Over Kaal Ebicilio betekent de PSV ADO Den Haag een rentrée. Hij speelde weliswaar niet, maar na een hele lange periode van revalideren en spelen in het tweede elftal van ADO Den Haag, zat hij in Eindhoven voor het eerst weer op de bank bij de A-selectie. Hoe is het met je? Ja, afgelopen tijd was het een zware periode voor mij. En, ja, ik ben blij dat ik er nu weer bovenop ben gekomen. En dat ik me goed voel en dat ik weer kan doen wat ik altijd leuk heb gevonden. Ik ben eindelijk weer fit. Ik voel me goed. Ik zit goed in mijn vel weer. Ik heb een aantal keer 90 minuten gespeeld bij Jong ADO. Begin dit seizoen ben je bij ADO Den Haag terechtgekomen. Kan je vertellen hoe dat gegaan is, hoe je hier weer bent teruggekomen? Ja, via mijn zaakwaarnemer eigenlijk. Die had eigenlijk contact met Jeff. En die stelde voor om fit te raken bij Jong ADO. En zonder verwachtingen of iets, maar gewoon fit te raken bij Jong ADO en dan zien we het wel. Voor januari mocht ik alleen vriendschappelijke wedstrijden spelen. En toen na januari hebben we besloten dat ik speelgerecht mocht zijn voor ADO. Dat betekent dat ik gewoon competitie mocht spelen met Jong. En mocht het zo zijn als eerste mij kon gebruiken, dan zou ik daar ook mogen spelen. Dus dat was wel fijn. Tegen PSV zat je voor het eerst weer bij de wedstrijdselectie van ADO Den Haag 1. Hoe was dat voor jou bijzonder? Ja, het was wel erg bijzonder. Want als je kijkt, ik heb natuurlijk een lange weg afgelegd. En als je dan, ik zie het als een beloning voor mezelf dan. Dat je dan weer bij de selectie zit, is alleen maar mooi. En dan kan je terugkijken op je harde werk wat je allemaal hebt gedaan. Ja, dat is alleen maar blijdschap dat het naar boven komt. Ik voel me echt goed nu. Ik voel me fit. Ik twijfel niet meer aan mijn lichaam. En het is nu weer tijd om te knallen. Nou, ik zit hier tegenover een 25-jarige jongen, maar ik zit hier ook tegenover iemand die enorm veel al heeft meegemaakt. Voel je jezelf misschien al wel volwassener dan je leeftijd zegt? Ja, eigenlijk wel. Als je het zo bekijkt wel. Ik heb al veel dingen meegemaakt. Maar die dingen hebben me alleen maar sterker gemaakt. Dus ik ben ook dankbaar dat ik die dingen heb meegemaakt. Want als je op zo'n jonge leeftijd al deze dingen hebt meegemaakt, ja. Waar moet je eigenlijk dan nog bang voor zijn? Terug in de Eredivisie, Kaal Ebicilio. Je hebt in begin 2016 heb je al 6 wedstrijden gespeeld in de hoofdmacht van ADO Den Haag. Wat kan je nog aan herinneringen ophalen uit die tijd? Ik kan me herinneren dat ik één keer in de basis stond, dat was ook tegen PSV uit. Dat kwam als eerste in me op. En voor de rest vooral veel invalbeurten. En ja, de sfeer hier in Carl's Jeans Stadion is altijd lekker. De fans en alles eromheen. En ja, het is gewoon een warme club, echt een mooie club. Toen ik hier weer voor het eerst kwam, al die mensen die er vroeger ook waren, kwamen gelijk naar me toe van leuk dat je er weer bent. Oude teamgenoten ook hetzelfde, dus ja, daar ben ik wel blij mee. Ik merk ook wel aan de spelers dat ze toch een klein beetje trots zijn. Dat ik 3 jaar niet gespeeld, toch weer teruggekomen. Ik merk wel een beetje respect. Ik ben sowieso dankbaar van de club, van het bestuur, de trainers van Jong, de trainers van het eerste. Dat ze mij de kans hebben gegeven om hier eigenlijk fit te worden. En eigenlijk weer terug naar het profvoetbal te komen. Hoe stap je na zo'n wedstrijd van 90 minuten, dat eindelijk weer kan? Hoe stap je dan het veld af? Met wat voor gevoel? Dat moet toch heerlijk zijn? Ja, het is pure blijdschap eigenlijk. Het is gewoon genieten van elke minuut. Waarderen dat je weer op het veld staat. Wat je kan doen, wat je leuk vindt. En waar je al die jaren zo hard voor hebt gewerkt. Komt dan ook weer het besef van eigenlijk voetbal is gewoon verreweg het leukste wat er is? Dat is zeker het leukste wat er is. Als je op het veld staat, vergeet je alles. En ja, je geniet gewoon van het spelletje.